Dankjewel. Bedankt. Dirk-Jan Vorgers, je bent een van de wedstrijdleiders hier. Ja, want dit is het 20e Lulof Open toernooi. En dat is wel heel bijzonder, hè? Een sponsor al 20 jaar. En jullie houden ook nog wat extra's deze week. Wat houdt dat in? Ja, dat klopt. Het is inderdaad bijzonder dat we 20 jaar dezelfde sponsor in Lulof hebben. En het bijzondere dat we dit jaar hebben is dat we een snelheidsmeter hebben gehuurd. Dat is een snelheidsmeter die staat ook altijd bij het ABN AMRO tennistoernooi, dus misschien wel bekend. Dus die wordt opgehaald aankomende vrijdag. En dan kunnen mensen dus de snelheid van hun service meten. En we maken er ook nog wel een klein toernooitje van. En we hangen er wel wat prijzen aan voor mensen die het hard serveren deze week. Nou, dat is dus echt nog een extraatje. En zijn er nog toppers deze week aanwezig hier in Almelo? Ja, er zijn altijd wel wat toppers die er spelen. We hebben wel dit jaar is de heren enkel 2 en de heren enkel 3 zijn gecombineerd. Dus daar is één pool van gemaakt. Maar daar speelde onder andere Rob Gansboom in, ook van deze vereniging. Die heeft de eerste partij gewonnen, zag ik toevallig ook van een clubgenoot, van Bjorn Hofhuis. Dus er zijn nog wel wat mooie wedstrijden te zien deze week. Heel erg mooi en ik hoop dat het goed lukt. En aanstaande zondag dan worden de echte finales gespeeld, hè? Ja, klopt. Aankomende zondag zijn de echte finales. Het is de hele week is het druk, maar inderdaad, zondag sluiten we af met de finales in alle categorieën. En iedereen die het leuk vindt om eens een tenniswedstrijd te komen kijken, die kan gerust even langskomen op het park, of niet? Tuurlijk, iedereen is hier welkom. En het blijft de hele week nog mooi weer, dus geen enkele reden om thuis te blijven. Kom gezellig naar Lukto. Dankjewel. Ik sta hier bij Luca Ripoli. Hij is een van de jongens die elk jaar weer helpt om het Lulof Open toernooi tot een heel groot succes te maken. Wat is jouw taak hier? Ik help de wedstrijdleiders te zorgen dat alle banen, alles netjes draait. Zetten mensen op de banen. Hoeveel deelnemers zijn er dit jaar? We hebben dit jaar 250 deelnemers ongeveer. Ik weet het exacte aantal niet. Maar een mooi aantal, meer dan vorig jaar. Lukt het dan wel om al die deelnemers zo te plannen dat ze ook goed, dat het allemaal goed uitkomt en dat alle banen op een goede manier bezet zijn? Daar doen we natuurlijk wel ons uiterste best voor. Maar vaak lukt dat wel. Ja, soms moeten er een paar dingen verplaatst worden en daar kunnen we naar kijken dan. Speel jij zelf ook? Ja, maar niet met Lulof mee. Het vorige jeugdtoernooi, het open jeugdtoernooi, heb ik meegetennist. Maar niet met Lulof. Heel erg bedankt en ik hoop dat je nog een hele fijne week hebt hier.